Hallo allemaal, allemaal super tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag zijn we vissen in een groot water bij ons in de buurt. Het water heet het Zijlmeer en we zitten hier omdat we dachten al die kleine watertjes hier naar het Hoorn en de stadswatertjes, dat hebben we wel gehad. We willen een keer een nieuwe uitdaging en daarom vissen wij vandaag hier. En we hopen dat het een leuke video wordt en we hopen wat te vangen. Tot zo! Waar ik vandaag met vis is een heel eenvoudig systeem. Begin bovenaan met een leader van ongeveer een meter in een modderkleurtje. Daaraan heb ik een loodclip gehangen en in die loodclip zit wel een heel bijzonder werpgewicht. Dat is namelijk een kiezel die ik zelf gemaakt heb. Sportvisserij Nederland wil dat met name in de zee- en de karpervisserij het loodgebruik wordt teruggedrongen tot eigenlijk 0,0. En daarom zijn er bij jou in de hele sportzaak waarschijnlijk ook van dit soort kiezels te krijgen. Ga met deze kiezels een keer vissen. Het enige nadeel is dat je werpafstand wat minder wordt. Maar je kan ze ook heel eenvoudig zelf maken. Als je bij water vist waar je dicht tegen de kant aan moet vissen, is het ideaal. En gebruik het gewoon, want lood is super slecht voor het milieu. Mijn onderlijn is gemaakt van het freeform materiaal van Piet Vogel. Op de onderlijn heb ik ongeveer een 3 cm van de haak een klein zinkertje gedaan. Zodat dit deel van de onderlijn ook mooi op de bodem gestrekt ligt. Aan een haak, een curved shank, met daarop een lijnleider van Piet Vogel en een richtringetje om mijn haakhaas langs mijn haak te houden. Als aas gebruik ik vandaag een hennep vernieuwde 15 mm boilie met een 10 mm Magic Mango pupje van ProLine. Deze ga ik nu ingooien met een PVA zakje eraan en hoop ik dat we nog een mooie vis kunnen vangen. Nou, vandaag vissen net als Daan op één engel een multirichtje. Waarom? Het is lekker effectief in het vroege voorjaar. Het valt lekker op. Ik heb het gemaakt van een beetje gestript materiaal. En bij de knoop heb ik een stukje poetie erop gezet. En ik heb daar een stukje gestript zodat het lekker soepel is daar. Ik heb een beetje screw erop. En daarop gewoon een pop-up. En dit moet het voor mij zijn. Nou, dit was alweer de sessie voor vandaag. Helaas is er geen vis op onze hand haakmat gekomen. Maar dat kan altijd nog gebeuren, want we hebben nog een groot jaar voor de boeg. Ja, like en abonneer voor meer. Ja, volg ons ook even op social media, op Instagram en op Facebook. En dan zien we jullie bij de volgende video. Later.